Welkom bij Keuken van Utrecht, het programma over landleven en streekproducten. Van het voeren van varkens tot de mooiste moestuin en van slootjes springen tot het melken van koeien. Ook ontmoet ik streekgenoten met inspirerende ideeën, mooie initiatieven om het platteland te verrijken en om stukjes platteland naar de stad te brengen. In deze aflevering bezoek ik een initiatief voor lokale producten, ga ik mee met een dierenarts op koeienbezoek en help ik een handje mee met een boer in Breukelen. In onze provincie wordt veel voedsel lokaal geproduceerd, maar hoe breng je dit lokale voedsel in de stad samen? Daar hadden Mark Frederiks en zijn collega's een oplossing voor. Gelegen in Fort het Hemeltje in Houten bevindt zich de coöperatie Local to Local. Het is een initiatief van voedselproducenten van het eiland van Schalkwijk en uit de Kromme Rijnstreek die de handen ineen hebben geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Dat betekent dat wij namens boeren waarmee wij partneren hun producten in de lokale markt afzetten. Dus dat wij een hele transparante keten creëren. Dat betekent letterlijk van grond tot mond. Dat je weet waar het vandaan komt, wie erachter zit, welke stappen doorlopen heeft, dat vraagt om veel vertrouwen. Wat we eigenlijk aan het creëren zijn met Local to Local is een keten van vertrouwen van de boer naar de burger en van de burger naar de boer. Ik breng een bezoek aan biologisch fruitteler William Pauw in Schalkwijk. Hij is een van de boeren die levert aan de coöperatie. Hij teelt appels en peren die onder andere worden verwerkt in appelstroop, fruitsap en zelfs liqueur. Zijn peren zijn er in allerlei soorten, maar zeker ook maten. Op het moment dat je naar een supermarkt gaat... Dan... Ja, die zie je niet. Nee, deze zie je niet in de supermarkt, omdat ze dan vinden dat die dan te groot is en dat past niet in het pakje of in het bakje. En dat is alleen maar onhandig. Maar nu heb ik gezegd, van, nou, daar gaan we gewoon helemaal mee ophouden. Ik wil gewoon het totale product verkopen wat gewoon aan de boom groeit. En nou ja, ene jaar heb je wat grotere peren, een andere jaar wat kleinere peren. Maar jullie nemen gewoon alles af. Ik hou op met dat gezeur en jullie gaan gewoon alles opeten. Ja. En, dat, ja. En wat levert het jou op om mee te doen aan Local to Local? Nou, ten eerste een goed gevoel, want je hebt dan toch het idee dat je zegt van nou, ik woon hier in Midden-Nederland. Mensen eten hier in Midden-Nederland mijn fruit op. Dus goed gevoel, dat is nummer 1. Mm-hmm. Geen gezeur over prijs, want ik mag zelf mijn prijs bepalen. Dus dat is bij een supermarkt ook gewoon anders. Mm. Dus Local to Local brengt eigenlijk de macht terug bij de teler of bij de boer. En zeggen van nou, boer of teler, ga jij nou eens zeggen, hoe moeten we het nou het beste gaan doen? Als laatste bezoek ik een afnemer van de coöperatie, restaurant Fort aan de Klop. Ik wil graag weten waarom chef-kok Simon gebruik maakt van lokale producten. Ik hou van lokale producten. Ik hou van dingen die je van dichtbij houdt. Dus waarom van ver halen als je gewoon dingen rondom Utrecht zoeken lekkere dingen produceert. En hoe reageren de klanten hier dan op? Ze zijn positief, voornamelijk over de kaas en zulke dingen. Ze reageren positief daarop, ja. Bij het beroep van veearts denk je aan midden-in-de-nachtdiensten en noodgevallen. Maar de veearts doet ook veel preventief werk. Zo ook veearts Rennert. En ik ga met hem mee op zijn maandelijkse bezoek bij een veehouderij in IJsselstein. Op de veehouderij van Marieke en Bart Klomp in IJsselstein is het weer tijd voor het maandelijkse preventieve bezoek van dierenarts Rennert. Als eerste is een kalfje aan de beurt. Dit is een vaccinatie tegen pinkengriep, dus dat is voor kalven om ze te beschermen tegen longontsteking, verwekkers. Krijgen ze dat allemaal? Dat wisselt per bedrijf, hier doen we dat wel. Ja. Dus met als doel om geen zieke kalveren te krijgen. Ik weet dat veearts Rennert veel werkervaring heeft, maar dat hij een injectie bij een kalf zo snel zou geven, dat had ik niet verwacht. Dus dat was het trekje. Dat was het? Ja. Op naar de volgende koe. Dat is koe 6712,
Bij haar wordt gekeken of ze drachtig is, oftewel of ze in verwachting is van een klein kalfje. Die is 56 dagen geleden is die geïnsemineerd. Dus nu is het een spannend moment of dat die werkelijk drachtig is. Je kan vanaf 30 dagen, dat is echt minimaal, dan kun je ze voor drachtcontrole ze aanbieden. Ja. Via een inwendig onderzoek kan worden gezien of de koe drachtig is. Dus dan zie je vier pootjes en een kopje. Wat bijzonder zeg. Ja. Hé! Hey! Dus je kan ribbetjes zien en voor bij de ribbetjes ligt een hartje te kloppen. En het kalfje die daar waarschijnlijk rustig lag te slapen, die schrikt van het gemanipuleerde. Die is wat bewegelijk. En wat belangrijk is om te kijken of er één of meerdere kalfjes in zitten. Gelukkig meestal eentje, dus ik fiets de hele baarmoeder langs. Oh. En dan zie ik dat er één kalf in zit. Dus deze is drachtig, dus Bart gefeliciteerd. Ah, gefeliciteerd, goed gedaan. Goed gedaan. Dankjewel. Yes! Aan de hand van een scoresysteem wordt bijgehouden hoe de toestand is van een koe. Boerin Marieke houdt deze dan bij in haar administratie. Dus als ik kijk naar deze conditie, dan heeft hij een 3+. Het is score van 1 tot 5. En heeft een pensvulling van 3. Dus dit is 3+3. En dan schrijft Marieke hem op en dan kan ze vergelijken met waar hij de vorige keer zat. En dan kan ze hem koppelen aan de volgende keer of hij aan het groeien is of aan het slijten is. Is het dan de bedoeling dat hij eindigt bij 5? Nee, 5 dat zijn te vette dieren. Oh, dat is een te ruime conditie. Ja, dus deze is gewoon goed. Deze is perfect. Aan de rand van Breukelen, op het landgoed van buitenplaats Gunterstein, staat de boerderij van Max en Nicole. Bij een landgoed denk je meteen aan romantische binnentuinen en kopjes thee drinken bij het gazon. Het bleek dat Max toch een ander idee voor mij in petto had. Gelegen op nog geen steenworp van het centrum van Breukelen ligt landgoed Gunterstein, waarop boer Max van Tilburg zijn biologische melkveehouderij heeft. De rassen van zijn koeien zijn Holsteiners en Blaarkoppen. Ik heb net iets geleerd van Max. Hij heeft hier Holsteiners en Blaarkoppen. En waar zie je aan dat het een blaarkop is? Een blaarkop heeft rond de ogen een zwarte vlek, oftewel een blaar. Er zijn er maar tussen de 1000 en 2000 in ons land. Dat is echt, ja, nou, eigenlijk in de hele de wereld, want er zijn er verder nergens ter wereld blaarkoppen. Mm-hmm. Er zijn bedreigde ras, is het. Het is een oud-Hollands ras. Zijn al een paar honderd jaar bekend. Staan op schilderijen van de grote meesters. Daar staan ze ook al op. Ach. En wat anders is dan de Holstein, dat is die bonte die ernaast staat. Een blaarkop denkt ook meer aan zichzelf. Die heeft niet alleen melk, maar ook vlees. Die zorgt ook dat hij een beetje vlees heeft. Mm-hmm. Dat in moeilijke tijden dat hij dan ook nog Dus het is ook een slimme blijft. Koe. Ik vind het een slimme koe, ja. Hij denkt aan zichzelf tenminste. Ja. Max, jij bent een biologische boer. Wat houdt dat precies in? Nou, precies. Dat is een heel technisch verhaal. Maar wat het globaal inhoudt, is dat je geen kunstmest gebruikt, mm-hmm. geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dus je gebruikt geen gif om onkruiden of bepaalde beestjes te bestrijden. Dat gebruik je gewoon niet. Mm-hmm. En je mag maar een bepaalde hoeveelheid mest per hectare gebruiken. Dus minder dan gangbaar. En antibiotica, dus medicijngebruik, is strenger. Je mag mm-hmm. minder snel antibiotica gebruiken of andere medicijnen gebruiken. Tijd voor mij om aan de slag te gaan. Max heeft 2 leuke klussen voor mij. Als eerste ga ik stro in de stallen gooien. Ja, letterlijk gooien. Klus 2 is het stro er weer uithalen, maar dan als mest. We gaan poep scheppen, of het goud scheppen. Het goud scheppen? Ja, want dat is goud waard. Zonder de mest dan groeit er niks. Nee. En koeien moeten toch wat eten. Dan? Ja, en dan in de kruiwagen. Top. Hoe vaak doe je dit? Dit doe ik 1 keer in 2 dagen hier, in deze groep. Dit gaat op de mesthoop. Waar is dat? Dat is daar, achter de stal. Ja. Ligt een hele berg. En het mooiste is als het eigenlijk in een jaartje ligt. Dan verteert het al een beetje. Ja. En dan is het eigenlijk het mooiste om in de herfst op je land te gooien. Op het grasland te gooien. Je imiteert de natuur het liefst. Want in de herfst vallen de blaadjes van de bomen. Dus eigenlijk moet je dan het organisch materiaal op de grond gooien. Dan gaan de bodem leven. Dat gaat aan de gang. Die trekt
De wormpjes, de pendelwormen, trekken het stro of de mest omlaag de grond in en die eten het op. En dan heb je weer een hele voedzame bodem. En dan omkiepen. Hier, ja. Omkiepen. Nou, dit duurt nog wel even. Kunnen jullie in de tussentijd kijken naar de Keuken van Utrecht agenda van deze week? Ik ga weer een nieuwe lading halen. Volgende week ben ik er weer en dan ga ik wandelen met geiten. Tot volgende week.